Een dame wou donderdagmorgen met haar marktwagen vanaf de Hanseleerstraat in Hokegem de Aalsterse Steenweg oprijden. Op dat moment voelde de vrouw dat de remmen het lieten afweten. Ze knalde tegen een oplegger aan van de firma De Donker, die zwaar geladen was. De chauffeur van de vrachtwagen merkte quasi niets daarvan. En ook aan de oplegger zelf viel op het eerste zicht weinig schade waar te nemen. De marktwagen zelf is wel zwaar beschadigd. Gelukkig voor de bestuurster gebeurde de aanrijding langs de passagierskant, zodat ze alles bij wonder ongedeerd bleef. De brandweer van de zone Zuidoost kwam ter plaatse, evenals de politie, om de rijweg vrij te maken en de nodige vaststellingen te doen. De hinder voor de andere weggebruikers bleef heel beperkt. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.